Hoi, welkom in de Hoge Wiek. Mijn naam is Berend en ik neem jullie vandaag een dagje mee in mijn leven als student. Hoi, mijn naam is Berend Boshouwers. Ik ben 23 jaar. Ik studeer momenteel bedrijfskunde. Naast mijn studie bedrijfskunde ben ik actief bij BNR Beurs, studentenbeleggingsvereniging. In de zomer zit ik hier natuurlijk met veel plezier op het dakterras van de Hoge Wiek. Uiteraard met een lekkere goudgele in mijn linkerhand. Maar naast het genieten van de zon hier op het dakterras moet er ook gewoon gewerkt worden. Nou, welkom in mijn studentenkamer. The place where the magic happens, zullen we maar zeggen. Ik heb hier in mijn kamer een plek om te slapen, een plek om te chillen en een mooi hoekje om zowel lekker te eten aan de eetkamertafel als te werken en te studeren in het hoekje. Nou, welkom in mijn home office. Zoals ik in mijn introductie vertelde, ben ik naast student bedrijfskunde ook sinds kort mijn eigen bedrijfje begonnen. En wat wel leuk is om te vertellen is dat idee eigenlijk 3/4 jaar geleden ook op deze plek is ontstaan. Door de lockdown had ik echt wel wat meer tijd over. De studentenvereniging ging dicht, ik kon niet meer naar colleges toe. Waardoor ik eigenlijk in die tijd trainingen ben gaan volgen online om mezelf de juiste skills aan te leren. En die skills kan ik nu bij bedrijven in de praktijk brengen door dashboards en rapportages te maken die inzicht geven in hun data. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn werkdag, wat ik allemaal doe. Naast werk ben ik ook nog steeds natuurlijk actief student in het studentenleven. Dus ik ga jullie ook laten zien wat ik dan daarnaast allemaal nog meer doe. Dus kom mee. Goedemorgen. Zoals jullie zien heb ik mijn kantoor binnen even ingewisseld voor een mooi plekje buiten in Rotterdam. Ik ben momenteel in de Veerhaven. Ik ben hier op gesprek geweest met een eventuele nieuwe opdrachtgever. Als zelfstandig ondernemer is het natuurlijk erg belangrijk om je eigen opdrachten binnen te halen. Dus altijd goed om aan je netwerk te blijven werken en hopelijk komt er wat uit. Voor mijn studie bedrijfskunde volg ik momenteel de minor ondernemerschap. Daarbij zit ik in een groepje van ongeveer 8 medestudenten die ook een eigen onderneming aan het runnen zijn. En hen vroeg ik vandaag van wat het studentenondernemerschap nou eigenlijk zo leuk maakt. Het is heel motiverend om samen te werken met anderen en in plaats van iets schriftelijk te doen, echt iets praktisch te doen. Ik denk dat je bij onze lichting vooral veel studenten ziet die zich focussen op duurzaamheid. En dat zie je bij de wat oudere bedrijven wat minder. Dus ik denk dat ook leuk is, die frisse energie van jonge studenten die eigenlijk zelf gaan ondernemen. Nou, leuk dat jullie er waren. En ik hoop dat iemand het stokje van me overneemt. Tot ziens!